sorry, klavertjes. Maar jullie komen keihard terug. Niemand zegt natuurlijk, ik ben in het vorige leven een prachtig kei geweest. Ben ik gebonden door een prinsesje. En toen heeft ze mij altijd als kussen gebruikt. Dan kon ik haar dromen influisteren. Niemand zegt dat. Die zegt altijd dat ze een prinsesje waren. Of de krachten. De huishoudster van de prinses. Maar er is weinig tussenin. En sommige mensen zeggen nog misschien wel, ik ben in het vorige leven een tijger geweest. Of een heel lief poesje. En soms, kijk, als ik dit doe, schiet ik uit. En dan heb ik pijn. Dan kom ik met mijn prachtige bewegingen op die kei terecht die ik aan het uithalen ben. Boy, hij is aan alle kanten kei groot. Hij is echt heel groot. Op een of andere manier heb ik hem ook zo gezien toen ik hem zag. Maar ja, het levert zoveel werk op.